Vanaf volgend studiejaar voert de KU Leuven een nieuw systeem in voor slecht scorende eerstejaarsstudenten. Wie minder dan 18 op 60 studiepunten scoort, mag zijn studierichting niet verder zetten. In studentenstad Gent levert dit verdeelde reacties op. Ik vind, langs de ene kant ben ik pro, langs de andere kant ben ik contra. Ik ben contra op het vlak voor eerstejaarsstudenten, want ik ken zelf zeer veel mensen die het eerste jaar een beetje gesukkeld hebben, nieuwe dingen hebben geprobeerd. Het is ook iets helemaal nieuw, de unief. Je moet echt hun draai vinden, dus ik begrijp het wel dat je soms meerdere kansen nodig hebt en ik vind dat mensen dat ook moeten krijgen, maar ik begrijp het wel als bijvoorbeeld het blijft aanslepen, ook in latere jaren, dan heb ik wel zoiets van oké, ja, er moet aan de limiet op staan. Ik vind dat studenten sowieso een tweede kans moeten krijgen. Een eerste bachelor is altijd een proefjaar, een moment om nog uit te testen hoe dat het hoger onderwijs werkt en daarom zou die beslissing toch nog eens moeten herzien worden, vind ik. Het eerste trimester zelf heb je pas eigenlijk, zit je zodanig veel aan het veranderen van studeermethode dat je eigenlijk ja, op den duur, op het einde van het jaar pas echt de juiste, correcte methode hebt gevonden. Maar ja, dan had je eigenlijk al in het begin van het jaar zo die methode moeten volgen. Dus in feite van het eerste jaar vind ik eigenlijk wel redelijk vroeg om dan te zeggen dat je moet veranderen van vak. Wat als we het systeem nu ook naar Gent zouden invoeren? Denken studenten dan beter na over hun studiekeuze? Ja, ik heb zelf ook wel redelijk veel rondgezocht, omdat ik echt wel direct de juiste keuze wil maken. Mijn zus heeft dan, is zelf een geval geweest dat eerst iets anders heeft gekozen. Maar ik denk wel dat het inderdaad dat positief zou zijn dat mensen misschien meer zouden nadenken over wat ze zouden doen, want ik denk dat dat nu wel te weinig gebeurt. Dat mensen denken van, oh, rechten, leuk, ik ga advocaat worden, of economie, ik ga veel geld verdienen of zo. Zulke dingen, maar dat ze niet echt weten wat dat alle richtingen inhouden en zo heb ik het zelf al zeer veel gezien. Ik denk het wel, dat dat wel invloed zou gehad hebben op mijn beslissing en dat ik dan waarschijnlijk niet naar de universiteit zou gaan zijn. Ik denk dat ik vooral meer stress heb gehad. En ja, dat je meer gaat beseffen hoe belangrijk het is, maar ik denk dat de meeste studenten dat toch al meer dan genoeg beseffen en dat het niet nodig is om nog meer stress erbij te geven.